For within the hollow crown that rounds the mortal temples of a king keeps death his court. De dood huist in een holle kroon. Een radiofeuilleton van Leontien van Burden in de regie van Ad Leupler. Vierde aflevering. Richard II, koning van Engeland, leefde van 1366 tot 1400. Hij werd geboren in Bordeaux en was de zoon van Edward, bijgenaamd de Zwarte Prins, en kleinzoon van Edward III, die bij Richards geboorte nog regeerde. Beiden werden beroemd om hun succesvolle overwinningen, respectievelijk bij Crécy en Poitiers, tijdens de 100-jarige oorlog tussen Engeland en Frankrijk. Toen de Zwarte Prins nog voor zijn vader stierf en deze kort daarna zelf overleed, kwam zijn zoon Richard op 10-jarige leeftijd op de troon onder regentschap van zijn 3 ooms, John of Gaunt, hertog van Lancaster, Edmund of York en Thomas of Gloucester. In 1383 trouwde hij met Anna van Bohemen. En enkele jaren na haar dood, in 1394, hertrouwde hij met Isabelle de Valois, dochter van Karel VI van Frankrijk. Beide huwelijken bleven kinderloos. Richard wilde autocratisch regeren, hetgeen hem niet lukte. En in september 1399 werd hij door zijn neef Henry of Lancaster, zoon van John of Gaunt, onttroond en op het kasteel Pontefract in Yorkshire gevangen gezet. In januari 1400 stierf hij daar. Het is niet bekend of hij daar is vermoord of van ontbering is omgekomen. In de nu volgende afleveringen vertellen zijn neef en kamerheer de hertog van Aumeur, zoon van de Duke of York, en Isabel, Richard's tweede vrouw, het verhaal van zijn leven en ondergang. U zult mij hopelijk deze brief vergeven als ik u zeg hoe lang en waarom ik geaarzeld heb u te schrijven. Maar ik ben op een punt gekomen dat ik niet meer anders kan. Dat ik het gevoel heb niet verder te kunnen leven zonder u te laten weten wat ik u nu ga zeggen. 2 maanden ben ik nu in Engeland terug en ik ben door een hel gegaan. Vanaf de eerste dag heb ik u willen schrijven, maar de moed ontbrak me. En nu is het zover dat me niets anders overblijft dan het te doen, want ik kan de onzekerheid niet langer meer verdragen. Misschien overviel ik u te plotseling op onze laatste rijtoer door de bossen, toen ik u zonder enige inleiding vroeg mijn vrouw te willen worden. Er was, dat weet ik, niets aan vooraf gegaan waaruit u kon opmaken wat ik voor u voelde. Maar dit moet u weten. Wat u vermoedde was niet waar. Het doel van mijn komst aan het Franse Hof was niet om een huwelijk aan te gaan. Weliswaar hadden mijn raad en het parlement daarop aangedrongen, maar ik wilde er niet van horen, omdat ik na een gelukkig leven met mijn vrouw het nog niet op kon brengen een politiek huwelijk te sluiten met iemand die me niet zou zeggen. Ik wist dat het er toch een keer van zou moeten komen, maar ik kon het nog niet. Het liep wel heel anders dan ik dacht.
Vanaf de eerste morgen dat ik met u door de bossen reed, kon ik alleen nog maar aan u denken. De banketten die uw vader voor me aanrichtte leken me eindeloos lang. En 's nachts lag ik te wachten op de morgen die nooit scheen te komen. U weet niet wat het mij deed om u dan weer te zien. Ik kon er niet genoeg van krijgen om steeds maar naar u te kijken en naar uw stem te luisteren. Nooit had ik kunnen vermoeden dat mijn reis naar Frankrijk dit alles bij mij teweeg zou brengen. Het was heerlijk en verschrikkelijk tegelijk. Wat ik u die laatste dag vroeg, had ik helemaal niet op die manier willen doen. Ik wist en weet nog niet welke uw gevoelens ten opzichte van mij waren. En ik meende dat een weigering, dat ik die niet zou kunnen verdragen. Ik dacht dat het dan maar beter zou zijn om met deze herinnering aan u terug te keren en u te vergeten. Maar ik had mezelf niet meer in de hand toen ik het u vroeg. Het was alsof een macht buiten mij onbedwongen te zeggen. Uw antwoord was welsprekend genoeg. Het was voor mij duidelijk dat uw gevoelens niet wederkerig waren. De dagen daarna waren verschrikkelijk. Blijkbaar was u zo ontdaan door wat ik u had gevraagd, dat u het niet meer opbracht om onze rijtoeren door de bossen voor te zetten. Ik zat bij de toernooien en zag niets. En bij het laatste banket, waar u toch weer aan verscheen, vreesde ik uw blik te zullen ontmoeten. En was bang dat iedereen op mijn gezicht zou kunnen lezen wat er in mij omging. Toch zou ik u dit alles niet zeggen als er niet één strohalm was waaraan ik mij vastklamp. Uw gedrag daarna was voor mij onbegrijpelijk. Ik kan mij dat hebben verbeeld omdat ik het zo zielsgraag anders had gewild. Maar uw beeld van die laatste dag staat mij steeds weer voor ogen. En ik vraag me dan af waarom u er zo bleek en verdrietig uitzag. Mag ik hopen dat u toch meer voor me voelde dan u deed blijken? Of ben ik gewoon een fantast die door zijn emoties de ware proporties niet meer kan zien? Ik weet dat dit een hoogst ongebruikelijke manier is om u te benaderen, maar ik zag geen andere mogelijkheid. Het is aan u om een einde te maken aan deze verschrikkelijke onzekerheid. Het zou de gebruikelijke weg zijn om rechtstreeks bij uw vader om uw hand te vragen, die hij waarschijnlijk niet zou weigeren, omdat het de verhouding tussen ons beide landen ten goede zou komen. Maar ik wil dat niet, omdat het me alleen om u te doen is. En als u bij uw weigering blijft, dan zal ik mij daarbij neerleggen en trachten u te vergeten, hoe zwaar mij dat ook zal vallen. Ik smeek u mij niet te lang in onzekerheid te laten. Mijn kamerheer, de hertog van Aumeul, die u deze brief geeft, is ervan op de hoogte. Hij heeft mij de grootste geheimhouding verzekerd en daar kunt u dan ook van op aan. Laat u er dus niet van weerhouden om mij te schrijven, wat uw antwoord ook mag zijn. Geen mens zal er ooit verder iets van weten. Mocht uw antwoord positief zijn, dan zal ik langs officiële weg om uw hand vragen. Al is dat nu nog iets waar ik nauwelijks aan durf te denken. Richard. Thank you.
Dat was de brief die Omer me in Frankrijk kwam brengen. 2 maanden later was ik in Engeland. En toen ik op onze trouwdag in Calais mijn hand in die van Richard legde, kon ik mijn geluk nauwelijks aan. Van de vijandschap om me heen bemerkte ik de eerste maanden niets. Naderhand kwam ik daar pas achter. Ik wist ook dat het niet aan mij persoonlijk lag. Richard was niet geliefd en de wapenstilstand die hij met Frankrijk had gesloten was niet in goede aarde gevallen. Dat hij bovendien nog met de Franse prinses was getrouwd had waarschijnlijk nog meer kwaad bloed gezet. Toch miste ik Frankrijk niet. Toen mijn vertrek naar Engeland naderde, viel het me wel moeilijk om de vertrouwde omgeving te verlaten. Ik wist dat ik er naar alle waarschijnlijkheid nooit meer naar terug zou keren en mijn familie nooit meer zou zien. Ik herinner me dat ik in die tijd soms met een beetje afgunst keek naar de boeren die de grond om ons kasteel bewerkten en er woonden. Van generatie op generatie bleven ze daar. Ze trouwden, kregen kinderen, maar de vertrouwde omgeving bleef. Al was hun leven moeilijk en zwaar. Het moeilijkst viel me het afscheid van de bossen, waarin ik zo dikwijls met mijn paard reed. Ik kende daar elk paadje, elke boom. Ik wist precies welke bomen en struiken in het voorjaar het eerst begonnen uit te botten en welke het eerst hun bladeren verloren. Toen ik er de laatste ochtend doorreed, was ik zo zwaarmoedig dat ik 1 moment alles had willen geven om niet naar Engeland te hoeven gaan. Een panische angst greep me aan. Wat stond me in Engeland te wachten? Het land kende ik niet, de taal kende ik niet en wat wist ik van Richard? Maar toen ik in Calais arriveerde en hij me stralend van geluk begroette, was ik heel Frankrijk en alles wat mijn jeugd had uitgemaakt vergeten. Ik heb er ook nooit meer naar terug verlangd. Zelfs in de moeilijkste ogenblikken niet. Het was een deel van mijn leven dat achter me lag. Het was zorgeloos en gelukkig geweest. Maar ik had er een ander geluk voor in de plaats. Wat groter en heviger. En daarom ook moeilijker was. Maar dat ik voor niets ter wereld meer had willen ruilen. Ik had moeite om aan mijn nieuwe omgeving te wennen. De mensen vond ik heel anders. Het dagelijks leven was in veel opzichten verschillend en het kostte me moeite om Engels te leren. Al spraken Richard en ik meestal Frans met elkaar. Ik vroeg me heimelijk af hoe Richards eerste vrouw dat had ervaren. Zij kwam uit Bohemen, waar de zeden en gewoonten nog veel verschillender moesten zijn geweest. Maar ik wilde er niet naar vragen en deed zoveel mogelijk mijn best om snel in te burgeren. De meeste van mijn Franse hofdames stuurde ik naar Frankrijk terug, ook de koks en costumières. Ik nam mij voor om mijn Franse achtergrond zoveel mogelijk te vergeten, om me volkomen aan te passen aan de levensstijl van de Engelsen en me hun ideeën en gewoonten zoveel mogelijk eigen te maken. Maar gemakkelijk was het niet. En Richard zelf? De man die ik in Frankrijk ontmoette en waar ik verliefd op werd, vond ik in Engeland niet terug. Hij was niet de man welke ik me had voorgesteld, die me rust en zekerheid zou geven, die een groot overwicht had op zijn omgeving en die door zijn volk op handen werd gedragen. Hij was, zoals ik al zei, niet geliefd. De politiek die hij voerde werd niet geaccepteerd. Ach, ik begreep er weinig van, maar iedere keer deden zich incidenten voor waaruit bleek dat hij als vorst niet werd gewaardeerd. Het handjevol mensen dat hem wel accepteerden waren diegenen die in het koninkrijk een onbelangrijke rol speelden en met name door de ooms die het regentschap over Richard gevoerd hadden, veracht werden. Ja, terecht, leek mij. Al had ik dat nooit tegen Richard durven zeggen.
want ze accepteerden hem niet wezenlijk. Ja, degenen die dat wel hadden gedaan bestonden al niet meer. Of verbleven in ballingschap. Degenen die waren overgebleven waren, voor mijn gevoel, meepraters, profiteurs. En al vermoedde ik soms dat Richard dat ook wel wist. Hij had het voor geen prijs willen toegeven, omdat het zijn eenzaamheid nog meer geaccentueerd zou hebben. De ooms, ja, waren de enigen die er geen doekjes om wonden. En bij tijd en wijle slingerden ze het hem recht in zijn gezicht. Dat was voor hem een reden te meer, die zogenaamde vrienden in bescherming te nemen. En ze met gunsten te overladen, hetgeen nog meer kwaad bloed zette. Want het geld moest ergens vandaan komen. En de belastingen werden hoger en hoger. Altijd maakte hij me deelgenoot van alles wat zich in de raad en in het parlement afspeelde. Begreep er weinig van. Ik geloof ook niet dat hij er behoefte aan had om me duidelijk te maken wat er precies aan de hand was. Maar blijkbaar was het voor hem voldoende om zijn grieven en desillusies bij me kwijt te kunnen. Ik probeerde het op te vangen zo goed als ik kon, maar het lukte me niet altijd. En vaak werd ik door zijn hevige depressies meegesleurd. Wat hij maar nauwelijks kon verdragen. Daartegenover stond dat hij me ook deelgenoot maakte van al zijn vreugde. Van zijn mateloze enthousiasme voor alles wat mooi was. Van zijn soms satanisch, bijna kinderlijk plezier in een overwinning tijdens een parlementsdebat. Hij kon me volkomen meesleuren in zijn enthousiasme. En ik heb er onvergetelijke herinneringen aan. Nee, ik geloof niet dat ik ooit één saai moment met hem heb beleefd. Achteraf heb ik me wel eens afgevraagd hoe het mogelijk was dat ik verliefd werd op een man die, toen ik eenmaal met hem getrouwd was, niet aan de voorstelling beantwoordde die ik me van hem had gemaakt en die toch mijn hele leven betekende. Want hij was alles voor me. Ik ging zo volkomen in hem op dat ik me wel eens afvroeg wie ik toch geweest was voordat ik hem leerde kennen. Ik kan me met geen mogelijkheid meer herinneren hoe ik toen de natuur ervaarde, hoe ik naar de architectuur keek, hoe ik het wisselen van de seizoenen beleefde. En hoe ik naar muziek luisterde. Ook hoe ik de mensen om me heen ervaarde. Ja. Hij maakte een ander mens van me, zonder me het gevoel te geven dat ik mezelf verloor. Hij leerde me en vreugde en verdriet met al hun facetten intensiever beleven. Bij tijd en wijle heeft hij het me verschrikkelijk moeilijk gemaakt. Maar ik had er geen dag van willen missen. Geluk zal voor iedereen wel iets anders betekenen. Voor mij was het dit.
Onmiddellijk na de dood van Anna liet Richard het kasteel Sheen verbranden. Het was typerend voor hem met zijn impulsieve aard. Hij liet het verbranden met alles wat erin was. Alle kleren, alle bezittingen van Anna, alles waarmee ze samen gelukkig waren geweest, werd aan de vlammen prijsgegeven. Ook wat in Westminster van haar was, liet hij haar naartoe brengen en mee verbranden. Toen ik voorzichtig vroeg of hij daar misschien geen spijt van zou krijgen, beet hij me toe dat hij niets van Anna nodig had om zich haar te herinneren, en of ik zo goed wilde zijn mij er niet mee te bemoeien en er nooit meer over te praten. Hij gaf opdracht om alles binnen 2 weken na haar dood te verbranden, en hij wenste niet te weten op welke dag dat zou plaatsvinden. En zo verdwenen met Anna alle tastbare herinneringen aan haar bestaan. Al hield Richard niet van Londen, toch bezocht hij tijdens de 3 jaar dat hij weduwnaar was geen enkele van zijn kastelen daarbuiten. Blijkbaar kon hij het buitenleven waar hij met Anna zo intens van had genoten niet verdragen. Toen hij met Isabella hertrouwde, ontstond die behoefte weer. Zijn keus viel vooral op het kasteel Bodiam in Sussex, waar hij van plan was veel met haar te zijn, zoals hij met Anna veel op Sheen was geweest. Het was een kasteel van enige eeuwen oud dat op een heuvel lag, omringd door bossen. De vertrekken waren donker door de kleine ramen, en 's winters was het kasteel onbehagelijk en somber. Maar 's zomers was het er heerlijk koel, en de kleine ramen waren dan helle lichtplekken die de vertrekken een aangename en intieme sfeer gaven. Men hoorde alleen het ruisen van de bomen en het zingen van de vogels. Aan de zuidkant was een waterval, en het doorlopend stromende water completeerde de paradijselijke sfeer van de omgeving. Richard liet het hele kasteel restaureren. Hij liet prachtige wandkleden maken die de vertrekken minder hol deden klinken, en overal op de vloeren kwamen biezen matten die een aangename geur van het land verspreidden. Isabella was dan ook verrukt toen ze in juni in het eerste jaar van hun huwelijk op Bodiam arriveerde. Richard had het personeel tot een minimum beperkt, zodat Isabella en hij volop van de rust zouden kunnen genieten. Het lag uit hoogte van mijn functie in de lijn dat ik mee zou gaan, al voelde ik er niet zoveel voor. Maar Richard drong aan en herinnerde me zelfs aan mijn plicht als kamerheer, waar we tenslotte allebei om moesten lachen. Maar hij drong toch aan en zoals altijd gaf ik toe. Ik hield me in het begin zo afzijdig mogelijk, at alleen en trok me 's avonds terug. Richard had me al meerdere malen gevraagd of ik niet wat meer in hun gezelschap wilde zijn, maar ik weigerde. Op een avond kwam hij bij me binnen. Als je zin hebt, kom dan wat wijn met ons drinken. Waarom trek je je zo terug? Ik wil jullie idylle niet verstoren. Jullie zijn hier voor het eerst met z'n tweeën, en ik kan me voorstellen dat jullie alleen willen zijn. Jij verstoort niets. Ik vraag het je niet voor de vorm. Kom nou maar mee. Isabella was weinig toeschietelijk in het begin. Waarschijnlijk was ze verlegen en ik voelde me niet op mijn gemak met haar. Ik was er helemaal niet zo zeker van of ze het wel op prijs zou stellen dat ik bij ze kwam zitten. Het zou wel van Richard zijn uitgegaan. En ik vroeg me af waarom hij gezegd had dat ze me graag mocht. Waarschijnlijk zou hij het graag zo zien. Ik had nauwelijks nog de gelegenheid gehad om haar te leren kennen. Maar tijdens die weken op Bodiam leerde ik haar niet alleen kennen, maar ook waarderen. Ze was 16 en ze zag er geen dag ouder uit. In het begin betrapte ik mezelf op de neiging om haar vriendelijk neerbuigend te behandelen, alsof ik met een opgroeiend kind te maken had. Maar dat ging al gauw over. Want zo jong als ze was, bleek me al gauw dat ze een sterke persoonlijkheid had en er weinig kinderlijks aan haar was. Ze had een stille wijsheid over zich. Het was duidelijk dat ze Richard aanbad. Ze kon met haar grote glanzende ogen naar hem kijken, alsof ze nooit genoeg van hem zou krijgen. Alsof ze steeds maar weer iets nieuws aan hem ontdekte. Ze zoog zijn woorden op en het leek alsof ze alles prachtig vond wat hij deed en zei. Maar soms, als Richard eindeloos kon doordraven over iets dat hij met klem wilde beweren, dan keek ze hem glimlachend aan en zei kalm iets waardoor hij zich ineens realiseerde hoe hij op hol geslagen was. Ze wist dat zo goed te doen dat ze hem toch in geen enkel opzicht het gevoel gaf dat hij zich belachelijk had gemaakt. En ik had er de grootste bewondering voor.
Ze genoot met volle teugen van het leven op Bodiam. Iedere ochtend reden ze uit om een tocht door de bossen te maken. En ik had Richard na de dood van Anna niet meer zo gelukkig gezien. Hij vroeg me nooit hoe ik haar vond. Al had de hele wereld haar lelijk, onsympathiek en weet ik al niet wat meer gevonden, het had hem niets kunnen schelen. Hij was overgelukkig met haar en stak het niet onder stoelen of banken. Hij vertelde het aan ieder die het maar horen wilde. En al had hij het niet verteld, het straalde van hem af. Hij liet niet na haar zijn liefde te betuigen, ook als anderen erbij waren. Ik merkte dat ze dat niet zo prettig vond, maar ze liet hem zijn gang gaan en onderging het gelaten met haar wijze glimlach. Toen hij haar weer eens in mijn bijzijn hartstochtelijk omhelsde en ik merkte dat ze zich een beetje gegeneerd voelde, zei ik toen we daarna alleen waren: je hoeft je er niet voor te schamen. Ik ken hem zo goed. Hij heeft er nu eenmaal behoefte aan. Maar als je liever wilt dat ik me afzijdig hou, dan zal ik dat doen. Oh, nee, nee, doe dat niet. Je zou Richard kwetsen. En jij dan? Jouw gevoelens zijn toch ook van belang? Ik offer me niet op, als je dat soms denkt. Ik realiseerde me dat het ontactisch was geweest om ermee te bemoeien. Toen hij haar weer eens in mijn bijzijn hartstochtelijk omhelsde en ik merkte dat ze zich een beetje gegeneerd voelde, zei ik toen we daarna alleen waren: je hoeft je er niet voor te schamen. Ik ken hem zo goed. Hij heeft er nu eenmaal behoefte aan. Maar als je liever wilt dat ik me afzijdig hou, dan zal ik dat doen. Oh, nee, nee, doe dat niet. Je zou Richard kwetsen. En jij dan? Jouw gevoelens zijn toch ook van belang? Ik offer me niet op, als je dat soms denkt. Ik realiseerde me dat het ontactisch was geweest om ermee te bemoeien. Isabelle was de dagen daarop vriendelijk tegen me, maar zeer op een afstand. Het was duidelijk dat ze me niet goed kon plaatsen in het geheel. En zoals me dat bij vrijwel iedereen overkwam, mij ontbrak het vermogen om me wat meer open te stellen en haar de gelegenheid te geven ook van mij wat meer te laten zien. Het hinderde me erg. Ik was zo goed bevriend met Richard en ik was te veel bij de voorgeschiedenis van hun huwelijk betrokken geweest om haar zomaar te zien als de vrouw van een goede vriend die er nu eenmaal bijgekomen was. Daarbij, ze intrigeerde me. Ze was ondanks haar leeftijd niet iemand die je zomaar kon negeren. En wat ik niet gauw zou doen, deed ik nu. Ik wachtte een gelegenheid af om haar alleen te kunnen spreken. En toen ze de dag daarop na de maaltijd op weg naar haar kamer was, liep ik haar achterna. Kan ik je even spreken? Oh, zeker. Kom maar mee naar mijn kamer. Ja, kijk eens. Ik dacht dat het wel op zijn plaats zou zijn als ik je een en ander uitleg over mijn positie aan het hof. Ik weet niet wat Richard je over mij verteld heeft. Niet dat ik daar zo nieuwsgierig naar ben. Maar het komt me voor dat je met mijn persoon niet goed raad weet. Dat je je afvraagt wat ik steeds in jullie omgeving doe. En waarom Richard mij onophoudelijk uitnodigt me bij jullie te voegen. Je bent hier nog maar kort en dan word je ineens een persoon opgedrongen die je ooit in Frankrijk een brief heeft overhandigd en waar je verder nooit van hebt gehoord. Zoals je weet ben ik Richards kamerheer. Daarbij ben ik zijn neef, maar voor alles zijn vriend. Ja, ja, dat weet ik. Hij heeft erg zware tijden achter de rug. Er waren moeilijkheden van allerlei aard. Door omstandigheden waarover hij jezelf nog wel eens zal vertellen, was er vrijwel niemand op wie hij terug kon vallen. En nadat hij mij tot zijn kamerheer had benoemd en wij elkaar beter leerden kennen, werd ik min of meer zijn vertrouwensman. En weet ik meer van hem dan wie ook aan het hof. Ik hoop dat je me wilt geloven als ik je zeg dat ik me daarop niet wil laten voorstaan. Het is een situatie die nu eenmaal zo gegroeid is. Maar nu Richard met jou getrouwd is, zul je door mijn functie als kamerheer met mij meer te maken krijgen dan met wie ook. Ik zou niets liever willen dan dat de verstandhouding tussen jou en mij goed is. Ja. Ook omwille van Richard. Hij heeft genoeg moeilijkheden gehad en ik zou het erg onaangenaam vinden als wij elkaar niet zouden verstaan. Nee, maar ik begrijp je niet. Waar doel je op? Heb ik op een of andere manier een aanleiding toegegeven dat je dit alles tegen me zegt? Ik schrik er eigenlijk een beetje van. Ja. Het was naar aanleiding van wat er gisteren voorviel. Ik meende dat je geïrriteerd was door wat ik zei en dat je me bemoeizuchtig vond. Ja, ja, daar heb je gelijk in. Maar zo zwaar hoef je dat nu ook weer niet op te nemen. Ik neem het ook niet zwaar op. Maar ik dacht dat het goed zou zijn om je een en ander te verduidelijken.
En je met nadruk te zeggen dat ik me allerminst aan jullie wil opdringen. Als je dat gevoel zou hebben, zeg het me dan kunnen we het uitpraten. Oh, nee, ik ben je juist dankbaar dat je bent gekomen. Het is al moeilijk genoeg om in zo'n geheel vreemde omgeving terecht te komen en alles en iedereen te leren kennen. En ik weet hoe Richard op je gesteld is. Kun je me niet wat meer vertellen over wat hij heeft meegemaakt? Nee, dat moet hij zelf doen. Dat zal hij ook wel doen. Je moet hem alleen de tijd gunnen. Hij is openhartig en spontaan, maar hij praat niet makkelijk over dingen die hem wezenlijk geraakt hebben. Op een dag zal hij er heus wel over beginnen. Maar gun hem de tijd. Diezelfde dag nog kwam er een afgezant van Henry om aan te kondigen dat Henry en zijn vrouw op weg naar Derby het plan hadden om langs Bodiam te komen. Henry kende geen bescheidenheid. Het kwam niet in hem op om zich af te vragen of hij wel eens niet welkom zou kunnen zijn, hetgeen tot gevolg had dat het op die manier ook vrijwel nooit bij iemand opkwam om hem te weigeren. En zo arriveerde hij enige dagen later met zijn vrouw en zijn gevolg en stoorde de landelijke rust op Bodiam. Het was niet zo dat hij en de zijnen zich luid of opdringerig gedroegen. Zijn gevolg was zelfs uitermate gedisciplineerd. Maar het was zijn hele persoonlijkheid die een sfeer van onrust schiep. En het was moeilijk uit te leggen waarom. Hij oefende een druk uit op iedereen in zijn omgeving zonder opvallend dominerend te zijn of zich vrijpostig te gedragen. Richard voelde zich duidelijk niet op zijn gemak met hem. Maar hij deed zijn best om zoveel mogelijk zichzelf te zijn, hetgeen hem er matig lukte. Het heeft me altijd verbaasd dat Richard nooit iets over Henry zei. Het was overduidelijk dat ze elkaar niet lagen. Maar nooit sprak Richard over Henry, nog in positieve, nog in negatieve zin. Als ik me wel eens een enkele keer nogal kritisch over Henry uitliet, want ik vertrouwde hem niet verder dan ik hem zag, dan snoerde hij me onmiddellijk de mond. Ik heb daar nooit iets van begrepen. Ik heb wel eens vermoed dat hij heimelijk bang was voor Henry. Maar ook dat kwam nergens duidelijk naar voren en was slechts een vermoeden van mij. Richard weigerde ten eenenmale zich over Henry uit te laten. Het bezoek verliep vrij stroef. Richard liet de eerste avond een copieuze maaltijd opdienen, waar Henry met mate van at en min of meer liet doorschemeren dat eten feitelijk een verkwistende aangelegenheid was. Hij was nu eenmaal geen levensgenieter en kon zich ook niet verplaatsen in een ander voor wie het goede der aarde een van de vreugdevolle zaken van het leven uitmaakt. Jullie zitten hier goed. Hè? Hoe lang blijven jullie nog hier? Oh, dat weten we nog niet. Bevalt ons hier. En Londen is niet ver. Als er dringende zaken zijn, ben ik er snel genoeg van op de hoogte. Heb je zeker nog geen nieuws over Ierland ontvangen? Ierland? Ja. Heb je werkelijk nog niets gehoord? Zijn daar ernstige onlusten gaande tussen de Engelse kolonisten en de Ieren? Je schijnt dus nog geen bericht te hebben gehad. Nee. Oh, nou dan zul je dat vandaag of morgen wel krijgen. Ik heb het zojuist in Londen gehoord. Je mag er zelf wel eens gaan kijken, de onlusten worden steeds ernstiger. Het is toch wel iets dat je aangaat. Vind je? Henry deed alsof hij het niet hoorde en Richard stapte snel over op een ander onderwerp en begon een verhandeling over de wijngaard waar de wijn vandaan kwam die men die avond dronk. Een onderwerp dat hij nu beter juist niet had kunnen aansnijden. Maar na tafel nam hij me apart en vroeg of ik de gasten wilde onderhouden. Hij moest Henry even alleen spreken. Ze kwamen de hele avond niet meer tevoorschijn. De volgende dag was Henry al vroeg vertrokken en wij reisden diezelfde dag nog naar Londen terug. 'S Avonds nog werden de raad en het parlement bijeengeroepen om te besluiten wat er gedaan moest worden. Als altijd waren Gloucester en Northumberland weer degene die het woord voerden. Mijn vader, die zelden of nooit iets zei, maar alleen altijd instemmend knikte voor diegene waar hij het meeste profijt van meende te kunnen trekken en van wie het minst de duchten viel, deed er nu volkomen het zwijgen toe. Blijkbaar was het hem dit keer allemaal te gecompliceerd.
John of Gaunt, die de laatste maanden erg oud was geworden, zei ook weinig. Hij had zijn aspiraties om de Spaanse troon te veroveren opgegeven, en hij was moe van een leven dat hem niet veel meer dan teleurstellingen had gebracht. Met zijn zoon Henry kon hij niet goed overweg. En de felheid waarmee hij vroeger Richard veroordeelde had, meende ik, plaatsgemaakt voor een mildere kritiek, alsof hij medelijden had met het kind van zijn oudste broer, dat wel wilde, maar niet kon, omdat hij tegen zijn zware taak niet was opgewassen. Henry had zich blijkbaar bedacht en was naar Londen teruggekeerd om mede te besluiten wat er gedaan moest worden. Want dat er eens een einde gemaakt zou moeten worden aan de wantoestanden in Ierland stond voor iedereen vast. Het bleek dat de Ieren, die de overheersing van de hen uitbuitende Engelse kolonisten niet langer meer verdroegen, een grote groepering hadden gevormd onder leiding van een zekere Art McMurrow. Deze, een steenhouwer, had zich als leider van de beweging opgeworpen. Wat hij precies van plan was, was niet geheel duidelijk. Maar het feit lag er dat er bloedige onlusten hadden plaatsgevonden die steeds frequenter werden. Richard was buitengewoon gespannen toen de vergadering begon. En gaf hem zoals gewoonlijk het eerst het woord. En hij liet ze wat zijn plannen betreft niet lang in onzekerheid. Ik heb het besluit genomen zelf met een leger naar Ierland te gaan om de opstanden neer te slaan. Ik neem aan dat u allen het hiermee eens zult zijn en ervan overtuigd bent dat er geen andere oplossing is. Ik zal zelf mijn leger en zelf mijn aanvoerders kiezen. Er viel een doodse stilte na deze mededeling. Niemand had blijkbaar dit besluit verwacht. Ik moet zeggen dat ik zelf ook hoogst verbaasd was. Niemand blijkt commentaar te hebben? Mag ik dan aannemen dat iedereen zijn fiat hieraan geeft? Maar toen kwamen wel degelijk de commentaren. Gloucester, met als altijd Northumberland in zijn kielzog, was de eerste. Ik moet zeggen, hoogheid, ik ben met stomheid geslagen. Naar Frankrijk was u niet te krijgen om oorlog te voeren. En nou zou u om zoiets futiels als een stelletje opstandige Ieren uw leven in de waagschaal stellen. Wie zegt dat ik mijn leven in de waagschaal stel? En bovendien, waarde oom, nog niet zo lang geleden bewoog u hemel en aarde om een nieuwe Engelse held op het Franse slagveld te hebben. Zoals mijn vader en grootvader dat waren, met wie u mij van jongs af aan om de oren hebt geslagen. Nou, die held kunt u nu dan krijgen. Alleen in Ierland, niet in Frankrijk. Het lijkt me toch dat u daartegen geen bezwaar kunt maken. Dat doe ik wel. En het zou me verbazen als de meesten hier er ook niet zo over dachten. En wat zou u dan wel willen? Kijk, in ieder geval lijkt het me voor iedereen duidelijk dat neerslaan de enige oplossing is, zoals u zelf zegt. Al zie ik er niet in waarom u dat zou moeten doen. Ik ben ervan overtuigd dat de hertog van Northumberland deze taak op zich zou willen nemen. En jij, Henry? Zou jij niet willen? Naar Frankrijk was je graag gegaan. Hier ligt een kans voor je. Of is het niet te gering? Henry reageerde niet op deze hatelijke opmerking van zijn vader John of Gaunt. Nee. Ik geloof niet dat wij in dit geval de koning moeten tegenwerken. Het lijkt me een uitstekend idee van hem. Hij zal er zeker in slagen om alles tot een goed einde te brengen. En op dat moment wist ik heel zeker dat ik alle reden had om Henry te wantrouwen, zoals ik dat al zo lang deed. Maar nooit had ik mezelf voldoende kunnen overtuigen van de oorzaak van mijn wantrouwen, omdat de rol die Henry speelde nauwelijks aanwijsbaar was. Ik wist dat Henry, die als geen ander belust was op roem, niets liever zou doen dan naar Ierland gaan. Maar hij wachtte zijn kans liever af. Hij moest er vrijwel zeker van zijn dat het Richard niet zou lukken. En een nederlaag van Richard op dat moment was hem meer welkom dan incidentele roem voor zichzelf. Zijn dag zou wel komen. Dus pleitte hij in sobere maar krachtige bewoordingen voor het plan van Richard, en dat gaf waarachtig de doorslag. Binnen een maand was alles geregeld en vertrokken we. Het stormde tijdens de overtocht en Richard was in zijn slechtst denkbare humeur.
Zoals gewoonlijk was een reis van hem geen geringe onderneming. Hij had een bijzonder groot gevolg meegenomen. Een ontzaglijke hoeveelheid proviant, waaronder de meest zeldzame wijnen. En zijn tentenkamp was van alle comfort voorzien. Hij was duidelijk niet van plan om ook maar de geringste ontbering te leiden. Vanzelfsprekend werd ook daar weer de grootste kritiek opgeleverd. Zodat toen we de reis aanvaarden, zijn slechte humeur alleszins begrijpelijk was. Hoe en waar ga je het leger opstellen? Ik ga het helemaal niet opstellen. Wat? Nee. Wat dacht je, dat ik hier ga bloed vergieten? Ze hadden gelijk in Londen toen ze zeiden dat ze niet begrepen dat ik naar Frankrijk niet te krijgen was om oorlog te voeren. En naar Ierland wel. Ze hadden alleen niet door wat ik wel wil. En jij blijkbaar ook niet. Maar wat wil je dan? Onderhandelen. Ik ga met ze praten. Het is me gelukt toen ik 14 was. In Frankrijk is het me gelukt en ik zie niet in waarom het me nou niet zou lukken. Waarom heb je ze dan niet meteen gezegd dat je wilde onderhandelen? Ja, wat dacht je? Dat ik nog eens zoiets wilde meemaken als wat voor het verdrag met Frankrijk gebeurde. Weer 2 jaar reden twisten. Nee, nee, dank je. In die tijd hebben ze daar in Ierland elkaar al uitgemoerd. Maar nu waren ze ook tegen je plan. Ja, dat viel me inderdaad tegen. Maar geloof je langzamerhand ook niet dat ze hem altijd zullen dwarsbomen? Wat ik ook zeg of doe. Ja, eigenlijk wel. Wat heeft Kloster toch tegen je? Waarom zit hij je overal en altijd dwars? Ik weet het niet. Ik heb hem nooit een strobreed in de weg gelegd. Jaloezie. Onmacht. Hij heeft nooit een belangrijke rol gespeeld zoals mijn vader. Ik weet het niet. Maar het wordt steeds erger en hij krijgt steeds meer invloed. Hij is een van die mensen die een zeer gevaarlijke ondermijnende mentaliteit hebben. En de onlusten van anderen weten gebruiken om ze op te ruien. Maar voor mij wordt het steeds meer onhoudbaar. Omdat ik het doelwit van zijn intriges ben. En het ergste is dat ik hem niet aan kan. Al doe ik wel alsof. En dat weet hij. Wat ga je nu met dat hele leger doen? Dat laat ik rustig zitten. Ik betaal ze regelmatig hun soldij. En dan zullen ze toch niet te klagen hebben, dacht je wel? Nou, je haalt je wel wat op je hals. Zul je ze in Londen horen als je terugkomt? Weer een kans verkeken om je als oorlogsheld binnen te halen. Je gelooft toch niet dat ze dat willen, hè? Nee, nee, nee. Ze hopen stiekem weg op een nederlaag. Nee, jongen. Zoals ik je daarnet al zei, wat ik ook doe, het zal nooit goed zijn. En zolang Gloucester en Northumberland invloed op de meesten hebben, zal het zo blijven. En daarom laat ik alles langs me afglijden en doe ik wat ik wil. En als de onderhandelingen mislukken? Dan zal ik er inderdaad op los moeten slaan. Maar wees gerust. Zover komt het niet. In deze 4e aflevering van De dood huist in een holle kroon, een radiofeuilleton van Leontien van Beurden, hoorde u Henny Orry als Isabelle de Valois, Cor van Rijn als Richard II, Paul van der Lek als O. Merle, Rob Fruithof als Henry, Peter Arians als Gloucester en Robert Sobels als John of Gaunt. De inleiding werd gelezen door Corrie van der Linden. De muzikale illustratie werd verzorgd door Mauricio Fernandez. Technische realisatie Monique Stam, Gerard Dekker en Beer Gertenbach. De regie had Ad Leupler.